De geneesmiddelen die vandaag centraal staan in het geneesmiddel van de week zijn alendroninezuur en risedroninezuur. Deze geneesmiddelen behoren tot de bisfosfonaten. Andere geneesmiddelen die tot deze groep behoren hebben soortgelijke namen, zoals bijvoorbeeld solendroninezuur, clodroninezuur, ibandroninezuur en pamidroninezuur. Bisfosfonaten zijn calciumregulerende geneesmiddelen. Ze worden ingezet bij de behandeling en preventie van osteoporose ter vermindering van het risico op wervel- en heupfracturen. Ze worden al dan niet gecombineerd met vitamine D en of calciumcarbonaat. Osteoporose wordt ook wel botontkalking genoemd en is een aandoening die zich kenmerkt door een verstoorde balans tussen de botopbouw en de botafbraak. Dit leidt tot een verlaagde botmineraaldichtheid en een verminderde botkwaliteit. De botmineraaldichtheid zal ik vanaf nu de BMD noemen. Op de slide is goed te zien dat de BMD verlaagd is bij osteoporose. Het bot met botontkalking is veel poreuzer en daarom breekbaarder dan het gezonde bot. De botombouw wordt gereguleerd door twee typen cellen, de zogeheten osteoclasten en de osteoblasten. Deze type cellen worden aangestuurd door verschillende processen in het lichaam. De osteoclasten breken het bot af en de osteoblasten bouwen het nieuwe bot zogezegd weer op. Bij een verstoorde balans tussen deze twee typen cellen kan de botdichtheid verminderen en het bot brozer en daarom kwetsbaarder worden. Vanaf het 45ste levensjaar neemt de BMD geleidelijk af. Bij vrouwen treedt onder invloed van de menopauze een versnelde afname van de BMD op. Daarom komt osteoporose vaker voor bij vrouwen dan bij mannen. Met name dus bij de postmenopausale vrouwen. Osteoporose kan ontstaan bij langdurig gebruik van corticosteroïden. Corticosteroïden zorgen voor een toename van de renale calciumexcretie en een afname van de intestinale calciumabsorptie, waardoor uiteindelijk door een afname van de botaanmaak door osteoblasten een verlaagde BMD optreedt. De BMD wordt gemeten met een zogeheten DEXA-meting. De uitslag wordt weergegeven in een T-score. De T-score berust op een vergelijking met de piek botmassa die op een jong volwassen leeftijd wordt bereikt. Bij een BMD die meer dan 2,5 standaard deviatie afwijkt van het gemiddelde, is er sprake van osteoporose. Risicofactoren voor het optreden van fracturen zijn naast een verlaagde T-score onder andere een leeftijd ouder dan 60 jaar, eerdere fracturen, langdurig corticosteroïdegebruik, reumatoïde artritis, een laag BMI, vitamine D-deficiëntie of een lage calciuminname. Afhankelijk van het risico op een fractuur wordt een behandeling gekozen. Als eerste stap is een adequate inname van calcium en vitamine D essentieel. Pas bij een hoog risico komen de bisfosfonaten in aanmerking. Het werkingsmechanisme van bisfosfonaten berust op de remming van de botafbraak. Bisfosfonaten bestaan uit stikstofbevattende en niet-stikstofbevattende bisfosfonaten. Voor nu zal ik alleen het werkingsmechanisme van de stikstofbevattende bisfosfonaten, zoals alendroninezuur en risedroninezuur, uitleggen. Deze bisfosfonaten remmen met name farnesyl pyrofosfaatsynthase, waardoor de prenylering van signaaltransductie-eiwitten wordt geremd. Hierdoor neemt de osteoclastactiviteit af en treedt apoptose van de osteoclasten op. Bij patiënten met een hoog fractuurrisico zijn alendroninezuur en risedroninezuur middelen van de eerste keus. De behandelduur van een bisfosfonaat bij osteoporose is in principe 5 jaar. Wanneer hoge doseringen corticosteroïden worden gebruikt, of wanneer er na het staken van het bisfosfonaat nog steeds een hoog fractuurrisico is, wordt aanbevolen om de bisfosfonaten tot maximaal 10 jaar te gebruiken. Het effect en de veiligheid van bisfosfonaatgebruik langer dan 10 jaar moet nog verder worden onderzocht. Er zijn wel aanwijzingen dat voor alendroninezuur de risicobatenbalans bij gebruik langer dan 10 jaar gunstig is voor breuken van het bovenbeen en de heup. Het gunstige effect kan nog enkele jaren na staken aanhouden. Alendroninezuur en risedroninezuur worden vaak oraal gegeven.
De tabletten van 70 milligram worden meestal één keer per week gegeven. Bisfosfonaten mogen niet gelijktijdig met calciumhoudende preparaten zoals Renny, Antagel of zuivelproducten worden ingenomen, omdat de absorptie van bisfosfonaten afneemt door complexvorming. Bisfosfonaten moeten daarom 1 tot 2 uur voor of na deze preparaten worden ingenomen. Vaak worden bisfosfonaten een half uur voor het ontbijt ingenomen met een groot glas water. Het is erg belangrijk de tabletten in een zittende houding in te nemen om slokdarmbeschadigingen te voorkomen. Bisfosfonaten kunnen namelijk ernstige slokdarmklachten geven vanwege de directe interactie van de tabletten met de oesofagale mucosa. Daarom moet men ook voorzichtig zijn bij oesofagale aandoeningen. Als er maag-darmklachten bij het ene middel optreden, kan worden overgestapt op het andere middel. Zolendroninezuur, een andere bisfosfonaat, kan bijvoorbeeld intraveneus gegeven worden bij problemen met orale toediening of bij therapie ontrouw. Bisfosfonaten kunnen niet gegeven worden bij een slechte nierfunctie, een lage calciumwaarde, zwangere vrouwen of bij patiënten die niet 30 minuten kunnen zitten. Osteonecrose van het kaakbeen is een zeldzame maar ernstige bijwerking en treedt met name op bij intraveneuze toediening. Het ontstaat meestal na een innameduur van 9 tot 14 maanden. Ook bij orale bisfosfonaten is osteonecrose gemeld. Het ontstaat dan later, na 3 tot 5 jaar, en heeft een milder verloop. De therapie bij gebruik van bisfosfonaten is laag. Na een jaar is ongeveer 50% van de patiënten gestopt met orale bisfosfonaten. Bij onvoldoende therapietrouw is na ruim 2 jaar een toename van het fractuurpercentage van 30 tot 40% gevonden. De redenen voor de hoge therapieontrouw zijn niet onderzocht. Wel is gebleken dat inname van een wekelijkse of maandelijkse dosering de voorkeur heeft boven een dagelijkse toediening. Samenvattend, alendroninezuur en risedroninezuur zijn calciumregulerende geneesmiddelen en behoren tot de bisfosfonaten. Bisfosfonaten worden ingezet bij osteoporose ter preventie van fracturen. Ze remmen de botafbraak door aan te grijpen op de osteoclasten. Bisfosfonaten worden vaak oraal 1 keer per week gegeven en behoeven strikte innameadviezen. Tenminste 30 minuten voor het ontbijt, zittend met een groot glas water om zo oesofagale schade te voorkomen. En tot slot, de behandelduur is maximaal 5 jaar.